Welkom bij het muziekuurtje waarin we aandacht schenken aan de apostolische muziek in de achterliggende 100 jaar. We zijn begonnen met, zoals u al hoorde, Laat de danktoon vrolijk schallen. Voor deze maand, waarin broeder Wiegman afstand doet van zijn apostelschap, hebben we voor het thema dankbaarheid gekozen. Waarvoor waren we dankbaar in de loop van de tijd? We beginnen weer met enkele liederen uit de bundel van 1933. U hoort achtereenvolgens, ik heb een vader, de Heer is mijn herder en mij is genade wedervaren.
Het bejaardenkoor vertolkte later oude liederen zoals Laten wij met dankbaar harten. In de liederen tot nu toe werd de goedheid Gods bezongen. Dank werd ook vertolkt voor het zijn in de gemeenschap. Wim Westerveld vertolkte Hoe zalig is het mij hier te zijn in zijn liederencyclus. Vervolgens hoort u welk een stroom van reine liefde. Thank you.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de dank vaker aan de apostel gericht. U hoort Kweel van mijn apostel zingen en de mond Gods voor mij. Er kwamen ook liederen waarbij de dank aan God gericht was of waarbij dat gecombineerd werd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de liederen Ik zal niet rusten en Lof, dank en eer. Ik zal niet rusten.
het mannenkoor had liederen waar de dank werd gebracht. Voorbeelden daarvan zijn Dankbaarheid en Aan de grens van mijn kracht.
Mooi vind ik het volgende lied waarin de dank voor de wondere scheppingskracht wordt geuit. Eerst verborgen in de levenskiem, toen mijn leven als dank, nu het hoogst talent. Een van de weinige liederen met een solo of een duet. Gelukkig hebben we nog een koorversie kunnen vinden op een 78 toerenplaat. In deze eeuw kwamen er weer nieuwe liederen bij waarin de dankbaarheid wordt bezongen, zoals de nieuwe liederen Gods liefdedaden en dankbaarheid.
Onze kinderen geven aan dat een beetje aandacht vaak al genoeg is voor dankbaarheid. Wat ouder, maar met nieuwe teksten zijn de liederen Vrede, Vreugde en Liefde en Huis van Vrede.
koor voelt zich thuis op een veilige plek met vrienden. We komen aan het einde van dit muziekuurtje. In 1933 werd God danken het doel van het leven genoemd. Nu is het breder en gaat de dank dan ook uit naar mensen en wekt het op tot het betonen van liefde. De video's danken we aan Rob Buitenkamp. Rob Tijdeman stelde het programma samen, Klaus de Bes verzorgde de techniek en Karianne Bart presenteerde het programma. We eindigen met Opnieuw beloven. Wij beloven dat er volgende maand weer een nieuw muziekuurtje zal zijn.